Oké, welkom bij de Zoom-sessie Bazen in de Bunker. We gaan twee bunkers behandelen vandaag. Ik ga beginnen met de Fairway Bunker. Wat gaan we doen? Ik ga de meest voorkomende fouten laten zien, die eigenlijk voortkomen uit een verkeerd concept. Je beweging is zo goed als je concept. Dus als je concept onvolledig is, of ontbreekt, of misschien wel helemaal verkeerd is, dan heb je een probleem. Dus ik neem jullie mee zo meteen de fairway bunker in. Ik laat je zien wat er vaak gebeurt in de fairway bunker. Wat de problemen zijn waar je tegenaan loopt. En hoe je die kunt gaan oplossen. Dus join me for a trip to the beach. Oké, het doel in de fairway bunker is eigenlijk heel eenvoudig. Je wil de bal nog steeds de afstand geven die nodig is om de green te bereiken. Dat betekent dat het heel belangrijk is dat je zuiver balcontact maakt. Nou, wat heel vaak fout gaat in die fairway bunker, is dat of de grond wordt geraakt voor de bal, waardoor je enorme vertragende elementen krijgt in je clubface, en dus de bal maar een beperkte afstand vliegt. Of dat de bal wordt getopt, waardoor die soms waarschijnlijk de bunker niet eens verlaat. Nou, een aantal misverstanden in die fairway bunker zijn eigenlijk afkomstig van het reguliere onderwijs. Heel vaak hoor je dat je in een fairway bunker de bal meer van je rechtervoet moet gaan spelen. Dat verstijlt de invalshoek naar de bal, waardoor de kans op zuiver contact groter wordt. Lieve mensen, het tegendeel is waar. Als ik de bal te veel rechts in mijn stand speel, dan wordt weliswaar de invalshoek naar de bal wel steiler. Maar jouw menselijke intuïtieve neiging wordt zwaar gevoed. Want jouw neiging is om de bal toch uit die bunker te willen schoppen, scoopen, lepelen. En als je die bal meer van je rechtervoet speelt en daarbij ook nog eens je gewicht op links zet, dan is dit vaak wat de praktijk leert. Dus je vlucht eigenlijk de verkeerde kant op. Nou, je ziet, ik heb alles geraakt behalve de bal. En de bal is maar een meter of vijf verder gegaan en ligt nog steeds in die fairway bunker. Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat mensen zich ingraven in de fairway bunker. Dat is heel onverstandig, want als jij je ingraaft, kom je per saldo lager te staan dan de bal. Nou, dat betekent dat je iets raakt dat lager ligt dan de bal. In dit geval dus het zand. Wat er ook gebeurt is, mensen lijden een beetje aan zelfoverschatting. Dat betekent dat ze eigenlijk een club spelen met te weinig loft, waardoor het gevaar schuilt dat ze de bunker eigenlijk niet verlaten, maar de rand van de fairway bunker raken. Ja, die nieuwe golfer die is uniform in zijn aanpak, dus die doet altijd hetzelfde. Hij speelt de bal van de inside van zijn linkerhak. Dus de bal ligt tegenover de linkerhak. Hij draait zijn voet 45 graden in de richting van het doel. Hij neemt de stok die genoeg loft heeft om de rand van de fairway bunker te overstijgen. En waarschijnlijk de stok die hem in de buurt van de green brengt. Wat doet hij vervolgens? Hij neemt zijn normale protocol in. Draait naar zijn impactpositie. En wat belangrijk is in die fairway bunker, dat die golfclub nog steeds moet dalen tot voorbij het raken van de bal. Net als in een reguliere ligging op de fairway. Het enige wat je zou kunnen doen als aanpassing, is dat je je stand iets verbreedt, waardoor je iets steviger staat. Daardoor wordt je lichaamszwaartepunt ietsje verlaagd en dat rechtvaardigt het iets lager pakken van de club. Dus de aanpassing die de nieuwe golfer doet is eigenlijk tweeledig. Hij verbreedt zijn stand lichtelijk en hij gript de club ietsje korter vast. Daarna is het gewoon business as usual. Dus hij neemt zijn impacthouding in. Zorgt ervoor dat hij controle houdt over zijn clubface tot voorbij het raken van de bal. En raakt keurig de bal en daarna raakt hij het zand. Hij raakt dus de bal in een neerwaartse beweging en het diepste punt van de swing
ligt voorbij de bal, aan de doelkant van het bal. Komt-ie. Ik doe gewoon een rustig pitchschot dat je een beetje een idee krijgt. Nou, zoals je kan zien, een mooie divot. Ik hoef hem niet terug te leggen. Het is zand. Het is de lucht ingeschoten en ligt ergens verderop in de bunker. Nog een keer. 45 graden. Iets verbreed in de stand. Dat maakt ook meteen de swing wat compacter, hè? En hoe compacter, hoe minder bewegende delen, hoe veiliger. Je neemt je impactpositie in. En je committeert je aan de voorsprong houden van mijn handen ten opzichte van de face. Je sleept het clubhoofd achter je handen aan en maakt vanuit je heupen een trekkende beweging door de bal. Het diepste punt ligt voorbij de bal. De bal wordt dus geraakt in een neerwaartse beweging. Bal, bodem. Committeer, rustig in je ritme komen en swing. De divot is weer na de bal. Kom in je impacthouding. Committeer. Tempo. En vergeet vooral niet om de club te laten zweven. Het is verboden om te adresseren in de bunker. Dus je hebt een zwevend clubface. En draai door die bal heen. Finish is hetzelfde. Al het gewicht komt op het voorste been. Er is gewoon balans. Je bent nog steeds de wankelmotor die alleen maar roteert. Nog eentje. Deze is nog ietsjes variabel. Hij ligt iets hoger dan mijn voeten. Ik draai naar mijn impact status. En ik committeer me aan de swing. En oh ja, natuurlijk. Als jij controle wil krijgen vanuit een fairway bunker, dan moet je die fairway bunker opzoeken. Dan moet je met heel veel clubs vanuit die fairway bunker ballen gaan slaan. En dat zul je waarschijnlijk op de baan moeten doen. Dus dat betekent dat je in het vroege ochtenduur de baan opzoekt, een mooie hole opzoekt met een mooie grote fairway bunker en daar je fairway bunkerslagen gaat trainen. Oké, het kan voorkomen dat je bal door de fairway bunker heen is gerold of aan het eind van de fairway bunker is geland, terugkomt van de lip van de bunker en tot stilstand komt in een lichte uphill sloop. Nou, dat zijn momenten waarin je in staat moet zijn om de situatie in te schalen. Je moet eigenlijk een snelle berekening maken van of de loft die jij gebruikt in je club voldoende is om de stijghoek te produceren om over de rand van de bunker heen te gaan. En vaak worden hier foute keuzes gemaakt waarbij het ego de sleutelrol vormt voor mislukking. Ik heb pro's toernooien zien verliezen omdat ze een club pakten waarvan ze vermoeden dat hij de rand van de bunker zou carryen. Maar het tegendeel bleek waar te zijn. De bal kwam tegen de rand en kwam terug in de bunker. En dat kost je dan enorm veel slagen. Dus hoe pak je het aan in een lichte uphill lie? Eigenlijk zoals je gewend bent als je skiet. Je gaat staan met meer belasting op je dalski. Je gaat voorkomen dat je op je bergski terechtkomt. Op de bergski staan heeft een aantal nadelen. Het zorgt ervoor in je brein dat je juist contrair gaat bewegen naar je verkeerde been. Waardoor je of gaat lepelen of wederom eerst het zand raakt in plaats van eerst de bal. Tweede nadeel van op de bergski staan is dat je eigenlijk de loft te veel elimineert. Dus je face krijgt eigenlijk nog minder loft. Nou, je hebt wel meer loft nodig, want je wil over die lip. Dus hoe pakt de nieuwe golfer dat aan? Hij gaat staan in zijn impacthouding. Maar in plaats van dat hij op zijn voorste been gaat staan,
komt het gewicht eigenlijk in het centrum. En vanuit het centrum kan hij gewoon weer doorbewegen naar zijn voorste been. Voorkom dat je op je rechterbeen start. En voorkom dat je op je linkerbeen start. Zorg er dus voor dat je gecentreerd staat. Nou, ik heb nu een ijzer 8. Ik heb het gevoel dat ik ruimte heb om de swing te maken zonder de lip te raken. En ik heb het idee dat ik voldoende loft heb om de lip te overstijgen. Dus ik neem mijn impacthouding in en mijn gewicht is in het centrum. Nou committeer ik me en ik maak mijn swing. Perfect balcontact. En je ziet wederom, nadat ik de bal heb geraakt, heb ik de grond meegenomen. Betekent dat mijn bal in de sweet spot van mijn club zit. Die uphill lie zorgt er natuurlijk voor dat mijn club iets meer loft krijgt. Dus het is een hele delicate afweging. Wil ik zuiver balcontact hebben, waarbij ik zeker weet dat de bal over de lip van de bunker heen vliegt? Of ga ik vanuit mijn macho gedrag denken, misschien kan ik hem toch wel halen, ik neem minder loft. Dat is een hele mooie reflectie van hoe jij op dat moment in de wedstrijd zit. Zuiver balcontact gaat altijd voor het risico om verhoopt de lip te raken. Kijk, hier is de uphill lie nog forser. Wederom zorg ik ervoor dat ik toets of er ruimte is voor mijn swing. Die is er nog steeds. He, want ik wil natuurlijk voorkomen dat ik met mijn swing vast kom te zitten in de lip van de bunker. A. Niet heel erg bevorderlijk voor mijn gezondheid. En B. Ja. Dan blokt het natuurlijk. Kijk, die uphill is nog iets forser. Dus ik spreek met mijn lijf af. Oké, waar zou ik zijn op de skis? Dalski. Maar ik wil wel impact nabootsen. He, want ik ben hier niet als ik raak. Ik wil hier zijn als ik raak. Dus, dat is een stukje training en een stukje ervaring. En daarom is het belangrijk dat je die fairway bunker opzoekt en dit soort schoten gaat trainen. Dat je het concept vertaalt naar gedrag. Oké, ik sta weer in mijn impact. Je ziet dat ik wat meer naar rechts hang dan net. Ik heb swingruimte. Ik zorg ervoor dat mijn handen de voorsprong houden. En ik committeer me aan de swing. Oké, wat gebeurde er nu? Niets menselijks is mij vreemd. Je ziet dat ik zwaarder rechts hang dan in mijn aanvangspositie. Dus mijn intuïtie heeft ervoor gezorgd dat ik naar rechts ben gaan bewegen. Deed ik dat expres? Nee, dat deed ik niet expres. Dat overkomt ons allen. Ik doe er nog één. Dat komt ook een beetje voort uit de ligging. Het is een heel smal evenwicht wat je hebt. Want zonder dat je er eigenlijk erg in hebt, zorgt die lip en die heuvel, die combinatie van die twee, die zorgen ervoor dat je intuïtie getriggerd wordt. En jij de neiging hebt om naar achter te bewegen. Oké, het wordt dus een spannend schot. Kijken of het me lukt om vrij te blijven van de rand van de lip. Je ziet beduidend meer helling naar rechts, hè? Dat is logisch, dat is namelijk de situatie. Dit zou eigenlijk heel erg contraproductief werken. Je ziet wat er dan gaat gebeuren. En dit werkt natuurlijk ook averechts. Dus het is een lastig schot. Het is belangrijk dat je een goed concept hebt van je beweging als je dit schot speelt. Gaan we. Net uit. Ik flirtte met de lip van de bunker. Maar ik kwam ermee weg. Dus dat is een belangrijk schot om ook te trainen. De verschillende situaties binnen het spectrum van de fairway bunker. Ik ga er nog één doen. Waarbij je echt over je ego heen moet stappen. Oké, je ergste nachtmerrie. Je hebt eigenlijk helemaal geen slechte drive gespeeld. Maar je hebt net de fairway bunker geraakt. Hij is op de fairway gevallen en teruggerold de bunker in. Of hij is in één keer in de fairway bunker geploft en ligt geplucht in de rand.
Oké. Zuiver balcontact maken nu is onmogelijk. Vergeet dat direct. Als je nu zuiver balcontact beoogt, dan weet je één ding zeker. Je gaat het zand raken of de bovenkant van de bal. De bal komt in de onderkant van de lip en blijft voor eeuwig in de bunker. Dit is een schot waarbij je over je ego heen moet stappen en zeggen: oké, ik ga hier gebruik maken van de stuwende werking van het zand. En dat is ook mooi een opmaat naar de greenside bunker die ik zo meteen met jullie doorspreek. Dus wat ga je doen? Je gaat in plaats van op je dalski staan, ga je nu averechts. Je gaat op je bergski staan en het enige wat je beoogt is om met die scherpe kant van je club, en ik heb ook een enorme concessie gedaan, ik heb gewoon mijn sandwich gepakt. Het enige doel hier is terug die fairway op, of in ieder geval uit die fairway bunker. Vraagt een andere aanpak. Gewicht naar het voorste been. Handen leiden nog steeds het clubhoofd. Ik kom weer in mijn impactpositie. En het enige wat ik doe, is ik ga ruim voor de bal, ongeveer een centimeter of vier, ga ik gewoon impact maken met het zand. En de snelheid van mijn clubface zal een stuwing geven aan het zand. En die stuwing van het zand tilt de bal over de rand van de fairway bunker. Komt die. Dat is wat je kan bereiken. En oh ja, als je dan wind tegen hebt, moet je snel wegdraaien, want anders zit je helemaal onder het zand. Oké, ik neem jullie mee naar de Greenside Bunker. Voor heel veel van jullie een nachtmerrie. Maar die nachtmerrie kan jij transformeren naar een hele mooie droom. Dan moet je eerst snappen wat het concept is van een Greenside Bunkerschot. Want je beweging is zo goed als jouw concept. Dus als je geen concept hebt of een verkeerd concept in de bunker, dan blijft die bunker jouw grootste vijand. En heb je heel veel slagen nodig om eruit te komen, als je er al uitkomt. En ook hier geldt weer dat het concept getraind moet worden. Het brein moet snappen wat jij vraagt aan het lichaam. Het brein heeft hele duidelijke informatie nodig. Die ga ik je geven. Het begint met het instrument dat je gebruikt in de Greenside Bunker. De zogenaamde sand wedge, de zandwig. En gemiddeld heeft die sand wedge een graad of 56 loft, 56 graden hellingshoek. Maar er is nog iets belangrijks aan de hand met de sand wedge. Zoals elke golfclub in je tas, alle ijzers, heeft ook de sand wedge een scherpe kant, een snijkant, die noemen wij de leading edge. Maar hij heeft ook een stompe kant, een botte kant. Die noemen wij de trailing edge. Nou, eigenlijk zit dat al, de betekenis zit eigenlijk al in het woord. Trailing edge. De trailing edge volgt de leading edge. En bij een sand wedge is de hoek tussen de leading edge en de trailing edge groot. Die moet voor een goede sand wedge voor in een bunker moet die minstens 10 graden zijn. En de hoek tussen de leading edge en de trailing edge, die noemen wij de bounce. En dat impliceert dat er gestuiterd gaat worden op de ondergrond. Er gaat gestuiterd worden op het zand. Het ergste dat je kan overkomen in een greenside bunker is dat je de bal raakt. Als je de bal raakt in een greenside bunker, gaat deze of te vlak, waardoor hij de bunker niet verlaat, maar in de rand van de bunker terechtkomt en weer terugrolt. Of hij gaat te ver, waardoor je je doel voorbij schiet. Waardoor je bal over de green heen vliegt en waarschijnlijk in de greenside bunker aan de andere kant van de green terechtkomt.
Je moet dus heel goed snappen hoe je je sandwich optimaal kunt gebruiken. En daar ga ik mee beginnen. Maar voordat ik dat doe, laat ik jullie eerst gewoon een aantal greenside bunkerschoten zien. Met kinderlijke eenvoud. Geen zin om te demonstreren hoe goed ik ben, maar om te laten zien dat het heel simpel is als je een concept hebt. Daarmee begin ik. Je beweging is zo goed als het concept van je beweging. Nou, hoeveel van jullie heeft een concept in de bunker? Het meeste wat ik hoor als ik iemand mee de bunker inneem is... En ik vraag, wat is je concept in de bunker? Dan zeggen ze, ja, in het zand slaan en doorslaan. Ja, wat is dat? Snapt je brein dan wat er moet gebeuren? Nee, volgens mij heeft het brein geen clue. Dus het belangrijkste is dat je snapt wat de meest voorkomende fouten zijn... en of jij jezelf daarin herkent. Nou, wat ik heel vaak zie, is dat mensen de bal bij hun rechtervoet leggen, op hun linkerbeen gaan staan en alleen maar een hakkende beweging naar de bal maken. Nou, wat er dan gebeurt, is die scherpe kant van die wedge, die slaat vast in de grond en er is geen beweging meer naar voren. Dus als ik dan de bal probeer uit de bunker te slaan, dan blijft die er gewoon in. En dan doe je nog 5 pogingen. En dan pak je uit frustratie en dan gooi je met je hand eruit en zet je streep op je kaart. Wat ik ook veel hoor, is je moet je ingraven. Je graaft jezelf in, want dan kom je lager dan de bal. Ja, vind ik een plausibele uitleg. Alleen in de praktijk leert dat dat een heel negatief effect heeft op jouw beweging. Want wat je dan ziet bij mensen... Ze gaan op hun linkerbeen hangen. Ze graven zich in. En ze krijgen daardoor heel veel zand tussen de bal en het blad. Waardoor de bal eigenlijk maar heel laag de bunker uit kan. Dat lukt vaak, maar als de rand van de bunker hoger is, heb je een probleem. Je krijgt dus een te groot vertragingselement in je clubface. Door te veel zand. Ja, en de derde is eigenlijk de klassieker, hè. Weer speelt je intuïtie je parten en je natuurlijke neiging zal zijn om de bal over de rand van de bunker te willen liften met een scheppende beweging. Nou, je ziet wat er gebeurt. De clubface gaat al voordat ik de bal raak mijn handen voorbij. Dus van controle is geen sprake meer. Dit is dus wat je vaak ziet. Ik word hier nog gered door de rand van de bunker die de bal vertraagt. Maar anders ligt hij daar op het terras. En de vierde variant is deze. Dit noem ik de Quasimodo. Ja, je wordt een soort gedrocht van jezelf. Met andere woorden. Als je geen concept hebt van je beweging in de bunker, wordt het nooit wat. Dus ik ga je helpen bij het concept. En ik wil dat je iets begrijpt. Ik wil dat je je clubface, je clubhead, gaat gebruiken zoals een bepaald dier zich gedraagt. In dit geval een mol. Een mol is een beestje wat af en toe onder de grond verdwijnt en daarna weer boven komt. Een mol daalt, graaft, verplaatst zich voorwaarts en komt weer boven. Dat doet je clubface ook in een goed uitgevoerd schot. Ik ga je nu laten zien. En dat is ook de eerste oefening als je straks zelfstandig traint. Ik ga je laten zien dat ik deze bal kan verplaatsen zonder hem te raken. Ik verplaats alleen het zand en het zand zorgt voor de verplaatsing van de bal. Oké, hoe ziet het kader eruit? Je neemt wederom je impactpositie in. Met één heel groot verschil. Bal natuurlijk weer bij de linkerhak. Maar het grote verschil is dit. In plaats van dat ik 45 graden indraai. En het raken van de bal
samenvalt met mijn draaias, zorg ik ervoor dat ik maar 30 graden indraai. Wat gebeurt er dan? Dan komt mijn draaias ietsjes rechts van de bal te liggen en is mijn raakpunt dus ietsjes rechts van de bal. In het zand. Precies wat ik nodig heb. Want nogmaals, ik wil het zand verplaatsen, zodat het zand de bal verplaatst. Nou, dit is je oefening. Je draait naar je impactpositie toe, 30 graden. Dus de draaias bevindt zich rechts van de bal. En de rol van je wijsvinger wordt nu heel belangrijk. Je wijsvinger gaat druk uitoefenen op het uiteinde van je club. Op je mol. En let op wat ik doe. De enige beweging die ik maak is deze. Ik zet de club in het zand. En dat mag, want ik ben aan het trainen. En ik draai door om mijn linkerheup. En sleep het clubhoofd weer achter me aan. Kijk wat er gebeurt. De bal is verplaatst. En de mol heeft een heel klein gangetje gegraven. Hij ging naar beneden met zijn nageltjes, zijn scherpe kant. Hij gleed over de grond, onder de oppervlakte en hij kwam weer boven. Via de stompe kant. Dus van de scherpe naar de stompe. Dat is de bounce. We doen het nog een keer. Ik heb wederom de bal verplaatst zonder hem te raken. En kijk eens waar ik uitkom als ik het zand heb verplaatst. Ik kom uit in partituur 8 van de normale swing. Kijk maar. Dit is het moment dat het clubhoofd erin is geslaagd om weer op gelijk niveau te komen met mijn handen. De bal is wederom verplaatst. Zie hoe groot de gang wordt? Weer verplaatst. Weer verplaatst. Kijk eens naar de druk die ik uitoefen. En nou stopt het verplaatsen en nou gaat de bal waarschijnlijk terugrollen. Nou, je snapt dat ik nu geen momentum ontwikkel in mijn clubhoofd en de bal dus geen compressie krijgt en dus geen vluchtelement. Dus wat moet die mol doen? Die mol moet met een aanloopje naar die bal toe. En dat aanloopje haal ik uit mijn draai. Voor de rest is het hetzelfde. Dus ik ga nu wederom de mol activeren. Maar ik geef de mol nu een klein aanloopje. Ik geef hem zo'n klein aanloopje dat de bal nog in de bunker blijft. Dus ik draai naar mijn impact. Bal bij de hak. In plaats van 45 graden draai ik 30 graden. Ik geef de mol een klein aanloopje. Ik verplaats het zand en het zand verplaatst de bal. Je ziet aanzienlijk meer afstand aan de bal. Waarom wil ik zo graag dat jullie deze oefening doen? Om het concept tot je door te laten dringen. Als het concept duidelijk is, kun je de goede beweging bij dat concept in je lichaam integreren. Tweede voordeel van deze beweging zo trainen is dat je hem vertraagd traint. Met andere woorden, je traint diep. Er wordt weer ontzettend veel myeline aangemaakt in je brein. Doen we nog een keer. Natuurlijk hangt mijn club nu boven het zand. Het is verboden om te adresseren in de bunker, dus de club hangt boven het zand. Mol krijgt een wat grotere aanloop. En warempel, de bal is al uit de bunker. Ook hier geldt weer dat ik partituur 8 passeer in mijn beweging. En dat door de snelheid van het clubface eigenlijk mijn lichaam zichzelf vanzelf afwikkelt. Oké, wat ik ook heel vaak te horen krijg in de bunker is dat mensen het hebben over het openzetten van hun blad. Nou, ik ben daar echt een tegenstander van. Ik zal jullie ook uitleggen waarom het ook eigenlijk een verkeerde interpretatie is van de feiten. Als ik mijn blad, als ik deze stok volg, dan is dat eigenlijk de richting naar het doel.
Dus als ik nu mijn blad achter de stok zet, achter de bal, dan staat mijn blad haaks op de lijn naar het doel. Als ik mijn blad openzet, dan heb ik opeens iets heel anders. Dan heb ik een blad dat rechts gemikt staat ten opzichte van mijn doel. Dat wil ik helemaal nooit. Ik wil dat mijn blad altijd haaks is ten opzichte van mijn doel. Dus daar zit eigenlijk de denkfout. Ik ga jullie uitleggen hoe je wel de juiste positie kan creëren, waarmee je meer loft creëert op je blad. Want dat is eigenlijk de werkelijke intentie achter deze gedachte. Dus wat ik doe is het volgende. Ik wil meer loft op mijn blad. Als ik meer loft op mijn blad wil, dan moet ik mijn shaft naar rechts laten leunen. Nou, als ik mijn shaft naar rechts laat leunen, dan zie je dat mijn handen in een hele vreemde positie terechtkomen ten opzichte van het blad. Deze club is eigenlijk nu alleen nog maar in staat om te stijgen. Kijk maar, hij is mijn handen namelijk al voorbij. Dus een dalende beweging is onmogelijk. Puur mechanisch. Dus als ik deze club nog steeds in een dalende beweging door het zand wil laten bewegen, zal ik iets moeten doen aan mijn lichaam. En ik draai hem nu weer naar jullie. Dus ik heb hem meer loft gegeven door hem naar rechts te laten leunen. Maar ik sta nu in een verkeerde verhouding ten opzichte van mijn blad. Dus wat ik nu moet doen, ik moet mezelf opendraaien. Op deze manier. En als ik dat illustreer op de grond, dan is dus mijn lichaamslijn nu links van het beoogde doel. En in ons jargon noemen wij dat een open stand. Dus op het moment dat ik een open stand heb ten opzichte van mijn doel, kan ik het me veroorloven om mijn blad gewoon op het doel te laten wijzen en mijn club meer lof te geven. Eén belangrijke aanpassing als ik hem nu grip. Als ik hem zo laat leunen, terwijl ik de grip al heb gevormd, dan zal op het moment van raken de club weer terugkomen in deze oorspronkelijke houding. Dus ben ik al de extra loft weer kwijt. Dus wat doe ik als ik mijn shaft naar rechts laat leunen? Ik draai mezelf om de club heen. Daardoor kom ik open te staan. En ik pak de grip op een andere plek op de stok. Meer links van het centrum. Dan blijft mijn club in dezelfde stand en behoud ik het voordeel van de extra loft. Vervolgens is de swing weer identiek. De handen hebben een lichte voorsprong op de club. Ik draai mijn heupen in naar een 30 graden links van mijn doel, waardoor ik in plaats van de bal contact maak met het zand. Ook hier speelt de mol weer een belangrijke rol en breng ik de club naar de fase waarin het clubhoofd in lijn komt met de handen. Oké, nog een element. Hoe ga je nou controle krijgen over verschillende afstanden in die greenside bunker? Dat doe je met de aanpassing in je backswing. Dus in de hoeveelheid spanning die je creëert. Je gaat het nooit doen door de hoeveelheid zand te variëren. Het is al lastig genoeg om elke keer dezelfde hoeveelheid zand te verplaatsen. Dus hou je vast aan een vaste hoeveelheid zand en varieer je snelheid met de lengte van je swing. Ik laat het je zien. Heel kort balletje uit de bunker. Komt net op de lip. Ietsje verder. Dan maakt de backswing dus wat langer. Nog iets verder. Backswing langer. En de verste langs de backswing. Dus net als bij putten, varieer de lengte van je balvlucht met de lengte van je achterzwaai, met de lengte van je backswing, met de hoeveelheid spanning die je opbouwt. In de doorzwaai passeer je altijd partituur 8. Je wil altijd de voorsprong van je handen hebben ten opzichte van de clubface.
En bij eventualiteiten geef je je club meer loft en draai je zelf open. Met als belangrijkste aanpassing dat je de grip op een andere plek op de stok hanteert. Veel succes met je oefening in de bunker. Bij vragen, je weet me te vinden.